AGA Ziekenhuis, topklinisch ziekenhuis van Den Haag en daarbuiten. Het AGA Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Maar wat betekent dat? Dat leggen we graag uit. In Nederland hebben we verschillende soorten ziekenhuizen. Algemene ziekenhuizen geven basiszorg voor aandoeningen die veel voorkomen. Academische ziekenhuizen zijn onderdeel van een universiteit. Zij bieden vooral hoogcomplexe zorg en doen veel wetenschappelijk medisch onderzoek voor nieuwe behandelingen. Topklinische opleidingsziekenhuizen geven hun patiënten zowel basiszorg als hoogcomplexe zorg, leiden basisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen op, doen medisch-wetenschappelijk onderzoek en werken aan vernieuwing en verduurzaming van de zorg. Dat zijn de vier eisen die de Vereniging van Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen bepaalt en controleert. Het AGA Ziekenhuis voldoet aan deze eisen. Bovendien heeft het ziekenhuis een aantal STZ-erkenningen voor hoogcomplexe behandelingen. Die staan in het zorgregister van de STZ. Kortom, het AGA Ziekenhuis is een topklinische, inspirerende en innovatieve leer- en werkomgeving voor onderzoekende zorgprofessionals. Voor patiënten zijn wij het ziekenhuis in de regio voor basiszorg en hoogcomplexe zorg. Meer weten? Kijk op hagaziekenhuis.nl/stz.